Van de Pro Gamer Thomas per 9 en leuk zie je naar een nieuwe video kijken van Black Ops 2 gespeeld door de Pro Gamer Thomas per 9 en vandaag spelen we weer op Meltdown Team Deathmatch en de tip is complete challenges to gain large XP rewards. Oké, nou ja, je kan niet meer doen dan je best, zeg ik altijd. En ik hoop dat er deze keer ook geen lag is, want de vorige keer had ik daar last van. Oh, ik zag hem toevallig niet. Oh, oké, ik moet wel even wat beter gaan opletten. Even kijken hoor. Oh yeah, I got him. Because he's a camper noob. A camper noob. Want ze achter een muurtje liggen, dat is niet echt heel erg aardig om te doen, eerlijk gezegd. En ik zie. Hier zie ik weer kaatsing of zo. Oh. Ik zag dat toen het echt weer kaatsing van kogels. Terwijl er eigenlijk helemaal niemand zat. Dat is best wel apart dan. Ik heb een bug gevonden, jee. Of nee, eigenlijk een fout in het spel. Wat? Uit het niet. Ja, oké, maar die gast die lekte ook echt als ik weet niet wat. Nobody is here. Ik hoef wel de hele tijd te snipen. Dat is misschien wat minder. Straks word ik gesniped. Maar ik blijf maar niemand zien, hè. Oh, ze zitten daar ook allemaal. Ik loop helemaal de verkeerde kant op. Ah, kom op. Dat was mijn kill. Hunter killer drone deployed. En voor dat soort verre afstand. Ah, waar? Oh, daar alweer. Zo. Oké. Nou, hoe vind ik tot nu toe het potje gaan? Dat is wel redelijk goed, denk ik nog. Kijk, daar zit iemand. Ik ga hem denk ik even flanken. Oké, die flank was succesvol gelukt. Even kijken hoor. Er zitten niet al te veel mensen in de potje, heb ik het gevoel. En dat was mijn dood. Hij wou revenge nemen, het is hem ook nog eens gelukt. Waar moeten we eigenlijk oorlog voeren om deze plek? Hè? Je liep ook letterlijk recht in hem. Je zou nou op zo'n nucleaire plek eigenlijk oorlog willen maken. Dan breng je jezelf toch alleen maar al in gevaar door hier te staan. Vraag ik me dan af. Waarom kan ik niet mijn wapen pakken wanneer die automatisch gaat reloaden? Het is zo irritant. Volgens mij zag ik hier iemand. Oh, daar. Aha. Nu ben je heel hoog in de lucht. Jongen, ga niet zo fucking erg irritant campen. Campen, campen. Campen, 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 campen. Oh, hij was al dood. Nou, dat is jammer, hè. Oh, hier. Hier. Aha, je kon me niet raken. Ik klik liever op 2 dan dat ik met mijn muis moet scrollen. En dat moet ik eigenlijk ook nog eens een keertje gaan veranderen. Als je op 2 kan klikken om je wapen te swappen, dat gaat veel sneller, heb ik het gevoel. Aha. Your camper failed. Ik kan wel lekker snel rennen, daar ben ik wel blij mee. Ik ben een gezonde jongen, yay! En waar zijn al die andere duwtjes? Oh, daar. Oh ja. Yeah. Ik zag hem hier naartoe lopen, dus wij gaan hem even samen als vrienden killen. Ik zag hier toen net iemand naartoe lopen, maar waar is die dude? Die dude is daar. Oeh.
Wat? Ah, en ik had hem al damage gedaan. Hoe kon hij mij dan zo makkelijk killen? Dat is echt gemeen. Zo, lekker voelen. Lekker voelen. Oh, heel bij mij. Lekker voelen. Revenge moest ik even zo nemen. Oké, ik heb weer een challenge of zo completed. I don't really care about it. About those challenges. Haha, ik was too fast. Nu kan je me niet meer killen. You bitch. Ah. Man, ze zitten ook wel echt heel erg dicht bij elkaar steeds, hè. Maar ik weet tenminste wel waar ze zijn. Dus nu ben ik weer in het voordeel. En jij liet me heel erg schrikken. Ik weet toevallig dat... Oh, wat? Jongen, die AM94 of zo, die zegt al P als fuck. Lekker voor je. And now you guys make me angry. En ik ben nu een angry bird dus. Kan me zo in de game zetten. What the hell? Jongen, die gast die heeft een aim of dat hij een hacker is. Oh. Zo, hij krijgt dekking vuur, dat wil je niet weten. UAV inbound. Oh, hier zit een ene gast. Ah, ik had steeds wel diezelfde gekilled. Dat heb ik altijd met games. Hij altijd door hetzelfde persoon die gekilled. And that's getting so annoying. After a long time. Nou, deze keer tenminste door iemand anders. En als je diegene dan killt, dan ben je echt blij. Ik snap echt niet hoe ik zo snel dood kan gaan. Come on, come on. I've got you. I've got you. Oh, jij hoort bij mij. Oh, oh. Haha, je kon vluchten, maar had dat geen zin. En dan ben ik nou serieus zo'n sukkel dat ik daarin loop. Oh. Ah, jammer genoeg heb ik geen bazooka. Oh, hij is al down. Wow, wow, what? What the hell? Dat ding, dat rijdt gewoon. Hij werd gedropt. Wat? Ik ken die achievement of die killstreak helemaal niet. Is die nieuw of zo? Haha. Oh, lekker voor je. Oh nee, dat was een andere vast. Jongen, kan je dat ding wel killen of zo? Ik vind hem behoorlijk irritant nog. Nee, oké, we gaan nog even een potje doen omdat hij best wel lekker ging, maar we hebben verloren met maar 2. Ja, dat faalt een beetje. Oh, ik was tenminste niet te fijn op. En hij was net kapot. Oh, nee. 18. Wow, ik sta op de tweede plek. Weet je hoe speciaal dit is? Ik heb dit echt binnen een maand of zo niet meer gespeeld. Want ik neem sinds, ja, eigenlijk vandaag neem ik weer voor het hele weekend op, of voor de hele week op. Dus alle video's die je deze week eigenlijk ziet, die heb ik allemaal op zaterdag opgenomen. Zodat ik meer voor school kan gaan werken. Maar Cove lijkt me wel een leuke map, daar ben ik op zich ook altijd wel redelijk goed in. Maar ik ben eigenlijk weer eens een keertje tweede geworden, daar ben ik wel blij mee. En ik kan deze mensen hier heel erg mee laten irriteren door mijn hele tijd mijn stem te laten horen. En als iemand anders ook nog een voice chat heeft, dan dan wordt mijn video juist een beetje annoying. Maar we wachten nog even de laatste 5 seconden. Dat is wel irritant aan Black Ops 2. Je moet zo lang wachten voordat je pas de volgende match in kan gaan. Oké, maar dan kunnen we eindelijk ook weer ingaan op de map Cove. Team Deathmatch, of course.
En er was jammer genoeg niemand met voice chat die kon reageren, dus nou ja. Oh, en dit is denk ik dan Rusland met de MH17. Team deathmatch. Dat zou toch best wel goed nog kunnen. Oh yeah, zie onze pro-team hier dan staan. Succes jongens, hopelijk killen jullie nog wat. Die andere gast heeft nog even een 360, ik ook. First kill. Nou ja, niet, ja wel, first kill. Ah, jongen, ik klik steeds op automatisch op 2, omdat het bij de meeste games naar het tweede wapen toe gaan is. Oh. Dat vind ik zo irritant. Dat ik dat nu met mijn scolding moet doen. Oké. Okay. Bam. I got him with my pistol. Ah, die gast heeft serieus nu pas iets door. Oh, ik had nog een headshot. Ah, dat is dan nou weer jammer, hè? Oké. Oh. Ja, en dan zit hij weer onder en dan heeft hij weer voordeel. Soms moet je het echt van je voordeel hebben, hoor. In sommige games. Want anders overleef je het niet. Nou, en ik kon in principe denk ik zelf ook wel aan. Maar ja. Ik heb dus niet de hele kill kunnen krijgen. Oh, dat was wel heel scheef toen net van mij. Dat was echt scheef. Normaal zeg ik dan altijd tegen mensen. Waarom koop je niet een bril? En als ze een bril hebben, waarom koop je geen tweede bril? Wat? Hoe kon hij dat weten? Oh, misschien hebben ze ook UFV. Dat zou best goed kunnen. Oh, ik haat open vlaktes. Oh, bijna. Zo, ik werd van twee kanten gepakt deze keer. Ah, dan let je weer te... Jongen, wat een camper bij jou. Ik wil echt even mijn revenge hebben. Maar ja, moet je dan weer zo'n gast zien te vinden, hè? Oh, oh. Ah. God damn it. Seriously. Oké, nice. Die had ik mooi. Die heb ik ook. Had ik bijna ook mooi. Man, dit gaat niet zo lekker meer. Vind ik. In het begin vinden we zo lekker. Yeah. Oké, ik heb er weer een kill bij. Maar ik vertrouw het niet, want die spannen zoveel vijandjes. Oh nee, nu spannen wij niet. Oké. Okay. En dan ga ik maar weer teruglopen, hè. Daar zie ik één iemand. En toen net maakte hij daar wel een beetje een rare beweging, man. Met zijn hand. En niet die rare beweging waar jullie waarschijnlijk niet aan denken. Voor de meeste zou die waarschijnlijk ook niet zo raar zijn. Nee, oh, ik haat het als ik een mens wordt afgeleid en dat de volgende me dan killt. Kom dan, jongen. Be advised, hostile UAV incoming. Hoe kan hij mij killen dan? Man, spamkiller dat jij bent. Met je stomme AM94. Lekker voor je dat je niet dood bent. Waarom krijg ik daar geen assist voor? Ja, yeah. Oké. Okay, eindelijk heb ik weer een beetje die comeback. Nee! Oh, weer dat klote ding. Oh yes, ik heb wel de final kill. Dus dat is ook mooi. Ja, dat is mooi. Oh, hij heeft de final kill cam met dat rot ding dat hij heeft. Ik dacht dat ik dat had. Dan was ik yes, van yes, ja. Maar ja, dat is dus jammer genoeg niet zo. En ik sta weer tweede. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nou mensen van de Pro Gamer Thomas B9.
Like en abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Like doe je natuurlijk op het blauw duimpje. En abonneren op het rode balkje. En dan zeg ik tot de volgende Call of Duty Black Ops 2 keer maar weer. En het ruimt ook nog eens mooi weer. Doei!